Ja, Mimoen, maar even wennen, zeker winnen. Ja, moet ik zeggen, lang het gevoel niet gehad, maar het voelt weer heerlijk. En helemaal na 5 seizoenen van mij om een keer te winnen hier bij Excelsior uit. Dus het is echt een lekker gevoel, ja. Ja. De eerste keer dat jij hier wint? Ja, de eerste keer voor mij. Ja. Eén keer gelijk gespeeld en de rest allemaal verloren. Dus dit komt wel lekker aan, ja. Maar ook een hele opluchting, denk ik, nu. Ja, zeker. Je wint terecht hier. En ik vind dat we het goed hebben gedaan. Helemaal dat we de lijn van vorige week goed hebben doorgetrokken. En dat is wel fijn, ja, dat je nu vandaag weer wint. Het hele seizoen tot dusver de 6 doelpunten gemaakt en vandaag knal je de 4 bij je. Hoe is het mogelijk? En wat kan voetbal bekeren, hè? En wat kan voetbal bekeren? We zaten er elke keer dichtbij, alleen we benutten onze kansen niet. En je ziet dat die ballen nu wel erin gaan en dan is het gewoon lekker voetballen. Want dan weet je dat het tegenstander meer ruimte gaat weggeven en dan komen er nog meer kansen. En die heb je vandaag benut, ja, heerlijk. En hoe gaan ze erin? De eerste 2 schoten op doel en trekt 2 doelpunten. Ja, effectief, hè? Ja, ik ken Leeds, ja, heel effectief. Ja. Ja, lekker man, eerlijk gezegd. Dan voetbal je ook met wat minder druk, dus dat is wel fijn, ja. En dan de 1-2 valt even vlak voor rust. Heel slecht verdedigd, hè? Ja, zonde uit de corner. Ze hadden 6 koppers en normaal gesproken verwachten ze met 5. En op een gegeven moment met de miscommunicatie komt Koolwijk helemaal vrij. En die raakt hem aardig, eerlijk gezegd. Daar praat jullie in de rust over dan, want jullie gingen zo lekker. Waar we over praten, ja, dat we gewoon vooral scherp moeten beginnen aan het tweede bedrijf. En de minpunten waar we de eerste helft minder gebruik van hebben gemaakt, proberen dat we in de tweede helft wel deden. En dan de tweede helft, jongens die niet zo vaak scoren zoals mijn zaak zegt. Cassiera en Paul. En ze schieten jullie naar de 4-2. Ja, heerlijk. Heerlijk eerlijk gezegd. Ja, de goal van Matteo was natuurlijk wel een beauty. Ja. En die van Paul die zag ik ook. En dat was ook een aardige goal. Ja. Nee, dit keer niet. Tjewiri komt even langs. Ja joh. Even mijn broek naar beneden willen trekken. Ja, dat is dan echt een mannetje broeken naar beneden trekken. Hè? Echt aanvoerder, ja. Daarin. Een aanvoerder, dat is zijn taak? Ja, zeker. Je kent het allemaal goed te vertellen, hè, die Mikey. Ja, maar ja, nu is er heel veel te lachen, hè, dit keer. Maar deze lijn moet wel doorgetrokken worden natuurlijk. Want één zwaluw maakt nog geen zomer, hè? Weet je, vandaag kunnen we allemaal positief zijn. En vanmorgen moeten we de knop omdraaien en moeten we naar Heerenveen toe weer werken. Want daar wacht weer een hele lastige wedstrijd voor ons. En zorg dat we daar ook weer de 3 punten in Groningen houden. Dat we een keer thuis winnen, dat zou ook wel fijn zijn, ja. De eerste thuisoverwinning moet dat dan worden? Ja, zou lekker zijn, gezegd. Voor je terugreis, jongen. Dankjewel.